En hallo allemaal, welkom terug op de IMI server. Eindelijk een keer voor mezelf, wow! We zijn nu dus alleen. We kunnen eindelijk voor onszelf aan de slag doen en de dragon is verslagen. En we willen gewoon een beetje beginnen met caves. Dus je ziet heb ik al wel wat spul. Dit is waar ik allemaal boeken gaan ik heb opgevist. Dat is deze boog allemaal opgevist. En we gaan gewoon meteen aan de slag hier zo, want we willen wat spul en we willen caven. Ik heb een hele lange tijd geleden op mijn server om vragen gevraagd. Dus die kunnen we nu ook meteen beantwoorden. Ik heb een paar goede eruit gevist. Dat zijn echt zoveel bullshit vragen namelijk. Maar ja, we kunnen dus nu aan de slag voor onszelf. Ik weet nog niet precies wat ik wil gaan doen. Dus we gaan gewoon caven en we zien wel. We nemen gewoon alle spullen mee die we op zich wel willen. Zoals de gold. Dat is aardig wat gold. Oh, het stopt ook niet. Willen we kolmen nemen? Ja, laten we kolmen meenemen. Ik heb al een Silktarts pickaxe gemaakt. Een nieuwe enchant is fucking simpel, dus dat is op zich niet zo heel veel werk. Als je geen level 30 enchantments hebt, gewoon level 20, klaar. Zo. Maar ja, nieuwe map. Wij willen bij ons team het een beetje echt gewoon een community houden. Dus ik ga vooral bij de spawn aan de slag, denk ik, de eerste tijd. Dat ik gewoon een paar dingen daar heb. Dus mijn eerste tijdelijke base komt daar ook. Waarschijnlijk wordt het gewoon in een shop of service of wat dan ook dat ik daar maak. En hier stopt deze cave al. Serieus? Gaan we echt zo doen? Gaan we echt gewoon hier de cave al stoppen? Oké, jammer dit. Dan zie ik jullie in de volgende cave. Oké, ik heb een nieuwe cave. Ik hoop dat dit wat meer oplevert. Het zijn in ieder geval mobs. Dat is al een beter teken, toch? Oeh, emerald. Emerald. Zo. Oh, jammer. Maar oké, vragen. Ja, eens even kijken. De eerste vraag is van Arthur. En die vraagt, ben je van plan om binnenkort te stoppen met YouTube? Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Ik zou niet weten waarom, dus nee. Hallo. Hallo. Zo. Maar ja, ik ga dus niet stoppen met YouTube. Het is niet echt een reden om te doen ofzo. Dus waarom zou ik het dan doen? Momenteel vermaak ik me er wel mee. En geld? Nee. Nou ja, geld. Het is wel iets wat me geld geeft inderdaad. Maar nee, ik stop er voorlopig nog niet mee. Tenzij er echt gewoon iets aan de hand is dat ermee door ik geen zin meer heb. Maar kleine kans. Dan de volgende vraag. Van veel te veel mensen. Of ik een vriendin heb? Nee. Toevallig niet. Nee. Ik heb geen pijlen. Suck it. Nee, ik heb geen vriendin. Dat is heel veel mensen vragen het altijd en ik weet niet waarom. Alsof het uitmaakt of zo. Ik weet niet. Au. Fucking creeper. Iron. Zo. En nog meer iron. We hebben wel fucking veel iron bij ons community verzamelpunt, maar dat maakt niet uit. Je kunt nooit te veel iron hebben. Hey Sander. Hi. Nog een zombie. Jij gaat dood. Achter je. Zo. Volgende vraag. Die is van Fishducker. Die vraagt. Is GW gay? Ja, GW is zeker gay.
Voor de mensen die het geweten kennen, dat is een mod op mijn server, dus ja. Hij is gay, punt. Hij kijkt mijn video's toch niet. En dan de volgende vraag van Ruben, of Jan de Barman. Waarom dat erbij staat, weet ik eigenlijk ook niet. In ieder geval, hij vraagt, waarom ben je met YouTube begonnen en... Wat? Hoe ben je op aan mij gekomen? Ik weet niet wat het precies was, en ik had misschien zijn vraag verwijderd in plaats van gekopieerd. Maar dat is ongeveer waar zijn vragen op neerkwamen. Waarom ik ben begonnen met YouTube? Mensen vroegen erom. Ja. Althans, ze zeiden dat ik het moest gaan doen. Dus niet eens vragen, maar gewoon je moet er video's gaan maken. Wat heel, dat is meer waar het op neerkwam. Ik was dus mod de Banyatown server. Oh, je. En daar praatte ik dan wel eens met mensen op Skype en zo. En op een gegeven moment dan zijn er wel eens mensen die dan zeggen van dat ik dat wel moest gaan doen. Want mijn stem die was er goed voor of zo. En weet ik het. Dus uiteindelijk was ik daar ook mee begonnen. En nu zijn we hier. Ruim een jaar later. Anderhalf jaar later eigenlijk al ruim. Dus op zich was het geen slechte keuze om het eigenlijk te doen, hè. En dan hoe ben ik bij IMI gekomen? Nou, dat zal ik je ook eens vertellen. Jordi vroeg me of ik erop wou komen. Of Tas vroeg, die liet me erop. Dat is geen spannend verhaal als sommige anderen die dan helemaal zo heel lang brief hebben gestuurd naar hey Diamonds. Naar Jordi en dan uiteindelijk reactie hebben gehad van Jordi. Nee, ik werd er gewoon tot ik mocht joinen. Gewoon. Omdat hij iemand nodig had om mee te beginnen. Net als Sander, die kwam er ook gewoon op omdat Jordi hem erop liet. Oké, ik moet even. Oké. Zo, heel veel redstone hier, dat is op zich wel fijn. Want daar kun je nooit te veel van hebben. Zeg ik dat ik in de vorige map maar 10, of ruim 10 stacks aan blocks heb en nooit heb gebruikt. Maar daar gaat het nu even niet. Oh, jij mag. Ik had een bucket mee moeten. Ook jij mag. Second guy. Maar ja, daarom ben ik dus begonnen ermee. En zo, hey, meer diamonds! Elke keer is een cave met opnames vind ik altijd diamonds. Echt top. Althans, ja, apart caven. Al 9 diamond ore. Weet je hoeveel diamonds dat is? Toch tenminste 10. Ik heb een fortune pickaxe al, dus. Oeh, een mineshaft. Oeh, emerald. Yay. Zo. Ook nog een emerald te zien, maar dat was geen emerald dat ik zag. Oké, volgende vraag is van Puffin of Space. Dat is een speler van Minecraft server. Het IP daarvan staat altijd in de beschrijving, dus als je het nog niet hebt gejoind of je bent het IP kwijt of noem iets, kijk erop. In ieder geval die vraag. Ben een Pokémon fan van de games en van de serie, de TV-serie dus. De TV-serie niet. Nee, dat is niet zo boeiend. Maar ik vind de games altijd wel leuk om te doen, ja. En eerst op de officiële games allemaal, maar ook gewoon de ROM-hacks en de. Hey. Alles vind ik wel geweldig van die spellen eigenlijk. Heb ernaar gekeken om ook nog een serie te doen nu, maar heb ik niet gedaan. Omdat ik daar dan dingen mee wil doen die ik gewoon niet kan of niet. Nog niet kan. En ook niet de tijd heb gehad om daar aan te werken, zeg maar, om dat te kunnen doen of te gaan doen of te. Ja, die redenen. En ja, misschien dat het binnenkort komt als ik klaar ben met noemen een serie dat nu nog loopt en bijna afgelopen is. Zo.
Oké, spider spawner. Ik hou niet van cave spiders. En dan de volgende vraag. Van Hamza, hou je van mij? Nee. En dan de vraag van Snipes HD. Dat was niet zijn vraag. Die vraagt, welk toetsenbord heb je? Ik heb de Logitech G510. Dat is ook wel leuk om te vertellen. Ik heb sinds kort nieuwe beeldschermen gekocht. En oh, wat is dat fijn als je goede beeldschermen hebt. Ik bedoel, mijn oude waren niet slecht. Maar dit is zo geweldig. Ik ben helemaal blij. Gekke stenen. Go. Ik heb geen enkele spawner gevonden ook in deze map. Wordt ook wel eens tijd dat ik er eentje tegenkom. Ja, wel zulke spawners, maar geen dungeons, zeg maar, met chesten en shit. Had ik al antwoord gegeven op het toetsenbord? Ja. Dan is de volgende vraag van de Bosparmot. Oké. Okay. Beetje een random naam is het wel. Geen pijlen. Bitch. Die vraagt. Zou je YouTube als echte baan willen zien? Of hebben later? Of wat wil je anders laten worden? Geen idee. Als YouTube zover kan komen dat het gewoon een echte baan wordt voor mij, dan zou ik het geen ramp vinden. Maar wat ik anders zou willen worden, ik heb echt geen idee. Ik weet, heb dat nooit geweten, nooit in mijn leven heb ik gezegd van dat wil ik worden. Maar ik vind, ja, in ieder geval iets met computers wil ik dan doen, weet je. Dat is wel wat ik wil doen. Het liefst ook iets programmeren of zo, maar ik weet niet. Games maken lijkt me ons ook wel grappig als games spelen het niet wordt. Maar ja, dat weet ik niet. En ik ben ook echt nog niet oud genoeg om daar al te druk mee te zijn. Dus het komt vanzelf wel, weet je. YOLO. Heel veel gold heb ik ook al, of niet dan? 47 gold al. Geef me een arrow, geef me een arrow, geef me een arrow. Yay! Die mag je houden. Zo. Suck it. Mhm. Hey. Lapies. Dan de volgende vraag. Oh, ik heb er eentje overgeslagen, zie ik nu. Van Lisette, die vraagt of ik iets met Catlin heb. Dat is een van de admins van mijn server. Nee. Volgende vraag. Van Sophie. Die vraagt hoe ik Anne en Catlin heb leren kennen. Dat zijn dus mijn admins. Tussen twee van de drie, maar die derde die is niet echt heel erg actief. Dus die tel ik niet mee. Dat zijn mijn admins van mijn server. Ik heb ze allemaal leren kennen op de Bayonetown server. Ze waren daar mod of admin later ook. Dus daar ken ik ze van. Heb ik contact mee gehouden toen de server stopte. En nu zijn we dus mijn server de boel aan het pesten. Ja. En dan heb ik nog één vraag. Wow, ik ga er best snel doorheen, zie ik nu. Maar oké. Dan hebben we nog even tijd voor mezelf. I has need help with Dermans. En dan vraagt eigenlijk nog Shay van Beckhoven. Vraagt waarom iedereen mij pest. Ik weet het niet. Het valt ook best wel mee. Het is meestal gewoon onscreen om een beetje grappen te maken of zo, maar meh. Hoe?
Suck it. Zo. Zal die lava even heel snel weg? Wat dank je. Dan doen we zo, en zo, en zo, en zo, en zo. En zo. En dan ben ik helemaal blij. Beetje jammer dat het nog helemaal op spawn is tegengekomen. Vinden jullie ook niet? Zoveel gold. Daar zijn we al geweest. Oh, hier zijn we allemaal al geweest. Laten we die kant maar even opgaan. Hoe precies kom ik daar? Via boven zeker. Zo. Dat is nog wat iron, maar dat heb ik niet echt nodig of zo. Ik kan nog een hele stuk deze kant of zo te zien. Wat iron. Hele hoop iron zelfs. Hey. Suck it. Als mijn ping wat slechter lijkt, dan komt dat ik aan het uploaden ben. Momenteel, aangezien ik ben nu denk ik nog op vakantie. Dus dan ben ik nu aan het uploaden, zodat ik niet van de vakantie dingen heb om te uploaden, zeg maar. Hoeven jullie me niet zo erg te missen. Spanner. Die ruimte is wel best wel klein. Oh nee, ik wil eigenlijk dit doen. Zo, daar raak ik het ook niet kwijt. Dat hebben we allemaal. Emmers, twee name tags, een breaking. De emmers neem ik mee. Ik neem de name tags mee. Ik neem één disc mee. Gold horse armor is beter dan iron. Saddles heb ik echt wel genoeg. Horse armor neem ik gewoon mee. We hebben een spawner gevonden. Mijn dag is weer goed. Die ruimte is echt klein, man. Ik heb nog nooit zo'n kleine spawnplek gezien. Ik hoor skeletons. Als dat ook een spawn zou zijn, dan zou ik zo blij zijn. Maar dan moet ik hem al eerst vinden. En dan heb ik nu echt zin om nu te gaan minen daarvoor. Dat doe ik offscreen dan wel. Sure. Heel op iron. Zo. Bitch. Nee, niet daar. Daar. En dan hier een torch. En jij moet dood. Zit hier nog iets? Ja, hier zit nog een cave. Ding. Saki, jammer, gold. Zo. Een stack gold, suck it. Hey, eindelijk een chest. Lapis, oh, een pickaxe. Oh nee. Op zich niks nodig daarvan. Heel veel iron nog steeds. Dat ga ik allemaal nu niet minen, want dat is minder boeiend.
Als we ook een iron en coal heb ik altijd mee onscreen het liefst. Ik neem ook al wat iron mee, heb ik ook al wel gedaan, maar. Oh. Maar ik ga daar niet op focussen, dat is het opnemen, als ik het laat is. Laten we deze kant op gaan. Niks. En. Niks nog. Heel veel water, ga ik lekker niet aan inzwemmen, fuck dat. Oeh, lapis. Oh, meer dan één zelfs. Ah. Zijn er weer lekker veel. Pom, pom, pom. Sakiet. Hier is nog een weg. Hier zijn nog meer wegen. Hoe hoog zitten we? 22. Dat was te hoog voor Diamond, helaas. Maar ja, misschien dat we uiteindelijk ergens misschien nog naar beneden kunnen. Sterf! Oh no. Zo, fuck jullie. Ik hou echt niet van spinnen. Niet van baby spiders. Kut. Oh, hier is nog iets. Zo. Komt zich wel mooi uit dat ik nu ook zoveel cave al verlicht. Want ik heb wat ideeën die ik wil maken op deze map. En daarvoor heb ik uiteindelijk ook een mobfarm nodig. En dan staat 5 ook iets inspant. Diorite. Hey, diamonds. Hey, meer diamonds. Ik had een wateremmer moeten maken. Oh, jemig. Zo. Diamonds. En dan die kant op. Oké, okay, die water, die bla. Ah, kut, ik heb geen andere. Oh, wel koppel staan. Jij sterft als je bij mij bent. Oh, je kan er niet hierheen komen. Suck it. Zo. Nee. No. Hey, nog meer. Oké. Okay. Voor mij zitten we echt al wel over de 30 minuten bijna nu. Nee, nog niet. Nee, 25 max, denk ik. Zo, nog meer gold. Zo.
meer Abandoned Mineshaft. Staan weer jammer, dan kan ik denk ik niet meer opnemen, want ik denk dat we nu wel moeten stoppen. Zo. Oké. Dan zeg ik denk ik maar hier, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei. Oké, nog heel veel snel alle oors doen dan. Omdat jullie het zo graag willen, dit is de fortune, ja. Wow, dat merk ik. Die lag. Zo. Laten we open op een heleboel leuke goodies. En dan hebben we hier weer de redstone. Zo. Wauw. Ik hou van om lapis met fortune te minen. Bitch. Met een beetje slaan met eieren, wauw. Nou, dat is op zich niet heel verkeerd, die loot. Dan hebben we nog 6 emeralds. 15 diamond ores krijgen wij. 41 diamonds erbij. Ah, yeah. We hebben een stack diamonds. Oké. In ieder geval, nu echt tot ziens, doei.